In deze video voegen we een sortering toe aan het queryontwerp. De database Computercursussen 2 is geopend. Open de query Naamlijst in ontwerpweergave. We gaan de records nu sorteren op familienaam en binnen dezelfde familienaam op voornaam. Klik in het raster op de rij Sorteervolgorde in de kolom Familienaam en kies in de keuzelijst de optie Oplopend. Klik in het raster op de rij Sorteervolgorde in de kolom Voornaam en kies eveneens voor Oplopend. Voer de query uit en bekijk je resultaat. Sluit de query en bewaar de wijzigingen.